Hallo lieve kijkers en luisteraars, welkom weer in deze show en we gaan gauw verder met hetzelfde onderwerp, namelijk twee evangelieën en twee doelgroepen. We gaan meteen naar de slideshow. We waren geëindigd bij de vraag, hoe gaat God te werk? Heel kort, laten we eerst hier beginnen, hè? Even in het verleden. Hadden we de vorige show al even waar we mee begonnen. Hij verspreidt dus de natieën als gevolg van de toren van Babel. Hij kiest een specifiek volk, Israël, uit, geeft hem zijn wet eerst. Hè? De onvolwassen fase, zal ik maar zeggen. Vervolgens toont hij aan dat het uiteindelijk gaat om geloof en werken voor die groep. Zeg maar, in die hoedanigheid zal die groep ook de natieën op aarde dienen. En deze groep gelovigen, nogmaals, ze waren toenmalig reeds ontstaan naar aanleiding van de bediening van de 12 apostelen, maar ze zullen in de nabije toekomst, die echt voor de deur staat, zullen ze weer ontstaan en in grote getalen, verwacht ik, grote getalen. Goed, we gaan hier dus verder met de volgende slide. We hadden al behandeld wanneer blijkt dat het volk Israël dus het evangelie verwerpt als geheel dus. Het volk Israël als geheel bekeert zich niet dus. Dan gaat Gods aandacht naar de natieën. Aandacht in apostrofes. Waarom? Logisch, omdat God het al lang gepland had. Logisch toch? Goed, nu gaan we verder. Wat had God in mind? Nu gaan we een beetje richting Gods gezicht. Hij bleek ver voor hun geboorte een stel kwajongens en stoute ladies, gewoon mijn woordkeuze, dus echte zondaars uit te hebben gekozen, waarvan Saulus, later Paulus, het schoolvoorbeeld is. De eerste is en ook als patroon dient. 1 Timotheus 1 vers 15, als ik het goed heb. Nou, dat is al geweldig, want wat blijkt, dus dat volk dat braaf was, ik zeg het even op mijn manier, hè, braaf, goede werken deed, hè, en van hen wordt ook de goede werken verwacht, Israël. Dan heb je een volk dat een stelletje qua jongens en qua meisjes is, bij wijze van spreken, en die geeft God een hogere plek. Gods werk. God laat zien wie de baas is en wie het doet. We gaan verder. Het is de verheerlijkte Christus Jezus, liefst ook in die volgorde, die dan een nieuw evangelie, die het echte gezicht van God laat zien, hè, onvoorwaardelijk, die een nieuw evangelie aan Paulus onderwijst, die alleen is te vinden in de 13 brieven van Paulus. Goed. Dit evangelie blijkt geestelijk gezien veel hoger te liggen dan het evangelie van Petrus, zal ik maar zeggen. Want het gaat uit van Gods echte karakter van onvoorwaardelijke liefde, die zich uit in overvloeiende genade door het geloof waar absoluut geen werken aan te pas komen. Die werken kunnen een gevolg zijn daarvan, hoeft niet eens. Het kan. Yes? Goed. Later zelfs groei naar volwassenheid, waarbij het onzichtbare de boventoon voert. Dat zal ik in toekomstige shows verder behandelen. Maar onzichtbare wegen zijn hoger dan zichtbare wegen die we met onze natuurlijke ogen kunnen zien. Dat snap je wel, toch? Gedoopt zijn in de geest is hoger dan gedoopt in water. Waarom? Omdat gedoopt zijn in de geest vraagt geloof en vertrouwen dat het een feit is. Oké. Volgend laatste punt van deze slide. Deze nieuwe groep mensen krijgt ook nog pertinent een veel hogere plaats in Gods plan. En gaan heersen, dus deze groep gaat dan eigenlijk heersen in de hemelen, zonder dat ze er ook maar iets aan kunnen doen of voor hebben gedaan.
Gods werkwijze. Gods werkwijze. Gods werkwijze. De pottenbakker. In die hoedanigheid, we gaan verder. In die hoedanigheid zal deze groep de hemelbewoners dienen. Die soevereiniteiten, overheden, machten en ga zo maar door, wereldbeheersers. Dienen door hen die veelkleurige wijsheid van God te verkondigen. Maar deze groep gaan deze hemelbewoners dus, laten we het zeggen, onderwerpen eigenlijk. Ik kan het niet anders zeggen. Die gaan daar leiding aan geven. Ik denk zelfs meer dan dat. Ze gaan ook leiding geven aan segmenten op aarde. Dat denk ik. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Precies zoals de soevereiniteiten en overheden, machten en ga zo maar door. De zonen van God die ongehoorzaam zijn geworden en corrupt zijn geworden. Psalm 82, weet je nog. Deze zonen die zijn aangesteld over allerlei entiteiten op aarde. Religieën, kleinere religieën of stromingen binnen een religie. Die zijn kleinere entiteiten. Denk maar aan een werelddeel. Maar daarbinnen heb je landen, daarbinnen heb je steden. Allemaal kleinere entiteiten. Dus steeds lagere wezens die daar dan overgesteld zijn. Goed. Volgend punt. Ieder die in ongeloof is gestorven of in een bepaald tijdperk zal weer opstaan. Dit gaat over de hele mensheid, hè. Zal weer opstaan om gericht te worden naar hun werken. Waar ieder naartoe gaat wordt bepaald door de inhoud van het boek van het leven. Het boek des levens van het lam, zo kennen we dat, hè, vaak. Het boek van het leven van het lam. Een deel gaat naar de nieuwe aarde. Ik vermoed veruit het grootste deel. Dat neem ik voor mijn rekening. En een deel gaat naar een plek die wordt genoemd het meer van het vuur. Ook wel genoemd de pool des vuurs, je weet het wel. Het meer van het vuur. Dat is absoluut niet de hel. Maar dat heb ik al behandeld in een vorige show. Hè? Vorige shows waar ik de hel heb besproken. Volg die en dan zul je dat zien. Het meer van het vuur is de tweede dood. Yes? Het meer van het vuur is de tweede dood. Laat ik me daartoe beperken. Laatste punt. De laatste fase van Gods plan zal bestaan uit, en dan heb ik het over de vijfde aion, uit de groei van zowel de vorige groep uit Israël, de bruid van het lam, de natieën op aarde, als de hemelbewoners, de groei van die drie groepen, waarbij allen uiteindelijk zullen worden samengevat in Christus, hoofd en lichaam, Christus, tot wederzijdse verzoening van het ganse heelal, dankzij het bloed van het kruis. Allesomvattend dus. Colossense 1 vers 20. Komt zo meteen langs, denk ik. Dus nu gaan wij helemaal terug naar het schema wat ik volgens mij in de eerste of tweede show had laten zien, om jullie dat weer te memoriseren, zodat jullie nu misschien hopelijk beter begrijpen waar het schema inhoudt. Nou, laten we naartoe gaan. Die ontwikkeling van Israël, maar dan vooral de bruid van het lammetje en de natieën, maar dan het gaat om het lichaam van Christus. Die twee groepen, bruid van het lammetje en lichaam van Christus. Die ontwikkeling, bruid van het lammetje is dus bruin, rood, zal ik maar zeggen, en lichaam van Christus blauw. We beginnen, ik heb dus onderin geplaatst de huishoudingen, de tijdperkingen, die huishoudingen genoemd worden. En ik begin bij belofte. De huishouding van belofte heeft uiteraard wordt gekenmerkt door alles rondom Abraham, Isaac, Jacob. Hè? Dat is duidelijk. In die belofte, dat niveau is al redelijk aanwezig. Waarom is het redelijk aanwezig? Omdat daar sprake is van geloof. Dat is het punt. Dat is het punt. En dat geloof wordt tot rechtvaardigheid gerekend. Dat principe doet mij dit hier plaatsen op dit niveau. Dat is gewoon, neem ik voor mijn rekening. Nu, wat krijgen we dan vervolgens? Komt het tijdperk van wet. De wet die aan Mozes wordt gegeven.
dan is Israël in beeld. Dus de heidenen, de lichaam van Christus, heidenen, zal ik maar even zeggen, natieën, zijn niet in beeld. Israël gaat naar een lager geestelijk niveau, want de wet kan niemand houden. Dat is gebleken een begeleider te worden naar Christus. Ja, dat legt Paulus uit in Galaten. Een begeleider naar Christus. Goed. Volgend tijdperk, genade en waarheid, waar Jezus op aarde rondliep. Hè, wat gekenmerkt wordt door zijn bediening op aarde. En daar zie je dat uiteraard ook de natieën ietsje omhoog gaan. Omdat er momenten zijn dat natieën die de Heere om genezing vroegen, hun geloof demonstreren, aantonen. Niet uit hunzelf natuurlijk, maar omdat het zo gepland was. En de Heer zegt, vooral juist tegen natieën, tegen Samaritanen, tegen niet-Joden, zegt hij, groot is jullie geloof. Nou goed, toch is Israël daarboven natuurlijk. Dat heeft uiteraard de eerste plaats. De genade en waarheid, daar komt meer van Gods echte gezicht te zien door het werk van Jezus op aarde. Hè, heb ik het over, op aarde. Volgend tijdperk gaat het niveau van Israël verder omhoog, want dan komen de apostelen, de 12 apostelen in actie. Hè, het tijdperk van Pinksteren. Ze komen in actie en dan krijgen grote wonderen. De deur naar het koninkrijk is weer open. En dan zie je ook alle tekenen die het koninkrijk begeleiden. Vooral in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Denk aan Ananias en Safira. Dat is dus Pinksteren. Natieën blijven op hetzelfde niveau. En dan krijg je het tijdperk, dat wordt genoemd transitie of overgang, waarbij Paulus nu in beeld komt, Saulus in beeld komt en zijn brieven worden gericht aan de natieën en de natieën beginnen te groeien. Het lichaam van Christus begint zich te vormen, zeg maar, nog weliswaar in een onvolwassen vorm, in een minder volwassen vorm, maar het begint zich te vormen, dus het groeit en daar gaat het dus niet om werken, maar om geloof. Dat is al een hogere geestelijke wet. Terwijl op hetzelfde moment Israël steeds meer, de wonderen worden steeds minder, de tekenen worden steeds minder. Paulus had er ook aan meegedaan. En Israël gaat juist naar beneden. Waarom? Omdat Israël nog steeds zich als volk, als geheel, niet bekeerde. Dat beeld dit uit, zeg maar, die overgang. Natieën omhoog, Israël omlaag. Goed. Dan hebben we het volgende tijdperk van geheim, waarin we nog steeds zijn. We zijn in de allerlaatste fasen, hoor, van dit tijdperk. Waarbij dus Israël op een minimum zit. Israël is in feite niet in beeld, de bruid van het lam. Misschien minimaal, maar daar ben ik voorzichtig mee. Terwijl het lichaam van Christus in feite in zijn volwassen vorm als concept er al is. Alleen maakt God nog meer, roept God nog meer leden in deze tijd. En het heeft een einde. Want als God elk lid van het lichaam van Christus al ver voor een geboorte had uitgekozen, had voorbestemd, dan betekent het dat die verzameling mensen eindig is. Dat is logisch, toch? Dus er komt een moment dat het laatste lid van het lichaam van Christus wordt geroepen. En daardoor dus geloof wordt geschonken. En wat denk je dat dan gebeurt? Ik denk, ook weer een uitspraak voor mijn rekening. Ik denk dat het moment dat het laatste lid van het lichaam van Christus binnenkomt, tot geloof komt, is het wegrukking. Is het weggrissing. En alles gaat naar boven. Dat is wat ik denk. Dat is wat ik denk. En dan is dat tijdperk meteen in één fractie van een seconde voorbij. Het tijdperk van geheim, hè, voorbij. Dan begint het tijdperk van verontwaardiging. De verontwaardiging van God, waarin hij zijn oordelen op aarde gaat neerwerpen. Te beginnen bij Israël. Want die zal eerst verdrukt worden. Maar ook tegelijkertijd
zie je dat Israël gaat stijgen. Stijgen, waarom? Omdat God met Israël nu verder gaat om hen weer geloof te geven. Je krijgt weer een heropleving van de bruid van het lam en die gaan ontzettend groeien. Die groep gaat groot worden, dat is wat ik denk. Terwijl de natieën nog een beetje groeien, maar dat heeft alleen maar te maken met het feit dat zij verheerlijk nou zijn. Dat is de reden. Goed, dan heb je uiteraard het tijdperk van het millennium, waarin Israël de bruid van het lam met Jezus samen gaat regeren op aarde en het lichaam van Christus in de hemelen. En uiteindelijk in de laatste aion, vijfde aion, tijdperk van de volleinding, groeien zij naar het lichaam van Christus toe, zal ik maar zeggen. Waardoor tegen het einde iedereen op hetzelfde niveau zit. Nogmaals, dit neem ik uiteraard, dit schema neem ik voor mijn rekening. Dit is zoals ik het zie. Ook het volgende schema heb ik al jullie getoond, maar ook weer ter memorisering. Dit schema, nu snap je hopelijk nog beter dat er twee voertuigen gebruikt worden door God. Twee evangeliën, een aards evangelie op aarde gericht, zal ik maar zeggen, gericht op rechtvaardigheid, gerechtigheid, daarop gericht, weet je nog, voor wat hoort wat, goede werken en ga zo maar door. Dat evangelie en dat event dat daarmee te maken heeft is de wederkomst, waarbij dus dan de vierde aion zal gaan beginnen. De komende aionen, zal ik het beter noemen, zullen gaan beginnen, waarbij God zal regeren via zijn zoon. Terwijl het evangelie van Paulus is een ander evangelie, heb ik hopelijk uit en treuren aangetoond, en het event dat daarmee te maken heeft is de wegrukking, ook wel onterecht genoemd de opname, maar je kunt het ook noemen de weggrissing, weggegrist in een oogwenk. En uiteraard zijn de hemelen de plek waar hun dienst verricht zal worden. Goed, waarom gaat God op deze manier te werk? Waarom doet hij het? Goed, laten we kijken. God brengt elk schepsel uiteindelijk tot het besef dat deze zondigt en nooit zelfstandig kan voldoen aan Gods rechtvaardigheid, aan Gods standaarden. Kan niet. Dat is punt 1. Punt 2. Daarmee toont God aan dat zijn rechtvaardigheid en verzoening alleen uitsluitend kan worden bereikt door het geloof van Jezus Christus, wat heeft geleid tot zijn dood, begrafenis en levenmaking. Volgend punt. Hier laat deze punten laten zien waarom God dit doet, hè, op deze manier. Elk schepsel zal dan uiteindelijk tot de diepe realisatie komen dat alles uit God, door God en tot God is. En dat verheerlijkt hem. Dat verheerlijkt God alleen. Yes. En dan, wat is het resultaat van deze wijsheid van God die hij gebruikt om langs deze wegen zijn doel te bereiken met de hele schepping? Het resultaat heb ik samengevat in 3 teksten, 3 passages. De eerste, Romeinen 11 vers 32. Want God sluit allen samen op in ongezeggelijkheid, oftewel ongehoorzaamheid, oftewel koppigheid, om zich over allen te ontfermen. That's number one. En de volgende passages die het resultaat zijn. Filippenzen 2 vers 10 en 11. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van de hemelsen, van de aardsen, van de onderaardsen zelfs. En alle tong zal instemmen uit volle borst
van harte dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En de laatste tekst, Colossenzen 1, vers 19-20, had ik al even naar verwezen. Want de hele compleetmaking heeft een welbehagen om in hem te wonen. Wat een genade. En door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is, tot hem wederzijds te verzoenen, zowel verticaal als horizontaal te verzoenen, wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Geweldig, geweldig, geweldig. Dit is Gods wijsheid. Dit is Gods plan. Nu, dit is een hoogtepunt. En toch wil ik iets op het einde zeggen van dit thema. En dat is het volgende. Genade is fantastisch. Echter, het wordt vaak door de meeste mensen niet vertrouwd. Omdat het gratis is. En mensen vertrouwen eenmaal gratis dingen niet. Ik hoop dat je dat ziet. Dat is de reden waarom zoveel mensen moeite hebben met het evangelie van Paulus, dat louter genade uitstraalt, geen enkel inbreng van mensen. Dat is de reden. Denk erover na. Mensen vertrouwen genade niet. Dat is de reden waarom toch mensen stiekem proberen om iets van eigen inbreng neer te leggen, aan God te overhandigen, wat niet gaat werken. Dat is de reden waarom ik vaak mensen hoor zeggen, en vooral helaas christenen, vaak hoor zeggen, we moeten niet denken dat we niets moeten doen. Nee, dat moeten we echt niet denken, we moeten toch wel iets doen. En de anderen zeggen, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is precies wat die valse Jacobusleraren, sorry dat ik het zo noem, aan de Galaten verkondigden. Waardoor de Galaten een beetje aan het terugglijden waren. Even in christelijke termen pratend. Maar de werkelijkheid is, genade is gratis. En het moment dat we dat daadwerkelijk realiseren, dan overvalt die dankbaarheid ons en die blijdschap. Dan pas. En dan zullen we uit volle borst ook God eer geven en uit volle borst automatisch willen delen met anderen. Denk erover na, dat laat ik graag bij jullie. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.